Hallo mensen, hartelijk welkom bij Bayern Dame. Mijn naam is Vince van de Visual Games en ik ben lekker naakt en we gaan spelen Wolfenstein Return to Castle. Omdat ik vorige keer de pixel versie had gespeeld, leek het me vet om de game gewoon eens even lekker weer te installeren, old school, en te laten zien jullie. Fantastisch, je checkt het na de intro. Oké, en we gaan nazi's killen. Dan gaan jullie een beetje zien hoe het ongeveer vroeger was met de games. Ik heb vorige keer echt die pixel game gespeeld, Wolfenstein 3D. Ik had daar een foutje in verteld. Er was daarvoor nog een lelijkere Wolfenstein game. En dit is dus de derde uit mijn hoofd. We beginnen met de game. En dit is Wolfenstein, jongens. Een fantastische first person. En ik ga gewoon de eerste levels gewoon even snel met jullie spelen. Kijk hoor, ik ga hem niet speedrunnen. Maar ik ga hem gewoon even lekker relaxed met jullie spelen. De nazi's voerden allemaal experimenten uit. Met de anderen. Oké, we moeten uitkijken, want de nazi's die komen mij opzoeken dadelijk. Let maar op. Ik hoor voetstapjes. En we gaan proberen te ontsnappen uit Castle Wolfenstein, om het zo te noemen. Hoppakee. Kom op, schiet ze neer! Ik kan er niet heen, kom op. Dit hek moet omhoog. Hoe gaan we dat omhoog doen? Hoppakee. Kom maar. Kom maar, nazi's. Reken maar af met mij. Oh, shit! Hey, kom op! Zo. Niemand schiet mij neer, ja. Ik heb een wapen nodig om tegen die nazi's aan te vechten, ja. Alleen maar die stomme pistooltjes. Oh! Oké, en een nieuw wapen hebben we nu. Heerlijk wapen is dit trouwens. En wat kunnen we hiermee doen? We kunnen dit slopen. En die dingetjes kunnen we lezen. We kunnen daar ook choppen. Chop. Hoppakee. Dat kunnen we gewoon doen, hè. Ik geloof dat Hitler niet voorkomt in de game. Ik ga wel mijn cross arrow een beetje aanpassen. Even kijken of dat nog komt. Kijk jongens. Dit moet mijn cross arrow worden. Een puntje. Dit. Zo, dit is voldoende. Je kan zelfs een kleur kiezen. Large. We doen gewoon dit, joh. Kijk, dit ziet er veel beter uit. Hallo? Touches. Dit heb ik zo lang niet meer gespeeld. Hoppakee, door je hoofd. Liggen, nazi. Nazi. Oh, shit. Dit is niet goed. Als het alarm afgaat, dan hebben we problemen. Oh, Duitsland! Hoppakee! En stop die dingen maar snel. Stop die dingen maar snel hier. Hoe gaan we dat doen? Kom, stoppen. Nee, shit, daar komen ze. Stop, chop, kom op. Stoppen met. Kom. Chop. En we hebben een nieuw wapen spontaan. Een sniperrijfel. Oh, shit. Ze schieten gewoon door het plafond, door de grond heen, jongen. Hoppakee. En waar zitten ze, die nazi's? Hoppakee. Kunnen we hier doorheen, jongens? Ja. Bijna. Oh, shit. Nazi's. Ik heb serieus al 8 HP. Serieus? Oh, nee. Oh, damn. Het is toch gewoon moeilijk ook. Helemaal vanaf het begin. Meen je dit serieus? Is er ook niet even een checkpoint of zo? Jesus Christ. Zo, die is dood. Zag je hem zitten, jongens? Vieze nazi's. Nazi's. Vieze nazi's. Oh, shit. Kom maar, nazi, ja. Ik heb een koolrode voor jou. Die schiet ik zo in de rit. Kom maar, ja. Kom maar. Niet lopen. Dan kan ik niet schieten. Is die dood? Ja, hij is dood. Oké, uitkijken, ja. Uitkijken. Hoppakee, nazi. En dan nummer 1, nummer 2, zo. Hoppakee, allemaal dood. Scheisse. Halt! Het gaat nou lekker, jongens. We zijn verder. Kunnen we opslaan hier? Ik ga opslaan. Vince. Als we dan doodgaan, dan hoeven we niet al het stuk opnieuw. Moet je laden, maar dat kan ik niet!
Oké. Okay. Oh, lekker eten. Ja, lekker eten. Oh, de combinaties. Nazi. Dood. Nee, nog niet dood. Nu dood. Lekker. Oh, lekker. Lekker. Kippie. Hot meal. Hot meal. Waar is het einde, jongens? Zijn we bijna bij het einde? Was hier geen secret? Oh, I did it. I did it. Hoppakee. Natuurlijk wist ik dat toch een beetje stiekem. Van vroeger. Yeah, we did it. Oh, lekker. Leven, jongens. Leven hebben we nodig. We hebben genoeg korrels. We kunnen dit aan. We kunnen dit aan. Oh, daar staan zo de nazi's. Wat de fuck komt daar naar beneden? Wat de fuck was dat? Oh, de vlag schoot ze kapot, joh. Nou, dan kan het ook niet echt meer kassen naar boven mikken om mij te schieten en te staan. Waarom schoot ik? Ik weet niet. Damn, dus één grote trap. Maar volgens mij vinden de nazi's mij een beetje kwaadaardig, heb ik het gevoel. Oh, meneer de sniper. Huppakee, dood. Komen er nog meer? Deur zit dicht. Shit, scheisse. Oh, dat was niet de bedoeling. Deze is open. Oh! Allemaal in de wijnkelder! Verstoppen, ja! Hier zo in de wijnkelder! Hallo! Zuiplap! Oeh, zoveel! Komen hier honden, ja! Twee honden! Twee honden! Ik ben lekker bezig, joh. Oh, lalalalalalalala. Oh my god, daar gaan we, jongens. Okay, hier moeten we naartoe, denk ik. Ik denk dat deze deur nu geopend is. Nieuw. Mooi open haartje. Oh, hier zijn we niet geweest al, jongens. Hier zijn we toch al geweest? Terug! Hier zo. Zo, zo doen we dat, ja. Duidelijker door zijn hoofd, hoor. Huppakee. Moesten we hier naar beneden? Daar komen we vandaan, ja. Hier moeten we heen. Yeah! 14 minuten. Nou, netjes gedaan. 3 van de 7 treasures. Nou, dit is echt heel verslavend om te spelen. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Wil je het spel spelen, dan kan je hem gewoon misschien wel downloaden. Of gewoon nog misschien kopen in de winkel. Dat weet ik nog niet. Het is een best wel oud spel. Return to Castle Wolfenstein. Bedankt voor het kijken naar Bayertown. En tot de volgende keer. Dan gaan we weer lekker simulatie games spelen. Doei doeg! Bye!